Wat is het moment, ja, naast de tulpen, dat jij wel denkt... Nou, het is natuurlijk een beetje... Er is een soort van overlap. Kijk, de consument, die, ja, daarbij begint het pas meestal te prikkelen als het zonnetje ook begint te schijnen. Hè? Dus dan zitten we meestal medio maart. Weet je, vorige week was het een beetje anders, ja, met die sneeuw. Oh, maar goed, we zitten meestal medio maart. Dan begint het natuurlijk bij de consument te prikkelen. Maar zelf, als je werkzaam bent in de mode, is dat al eerder. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat wij, ja, als wij spullen willen inkopen... Dat moet een half jaar van tevoren, hè? Want nou ja, dat moet nog gemaakt worden. Dus dat doe je een half jaar over. Ga je nog verder, de producent die dat allemaal, zeg maar, bedenkt, de merken zelf, die zitten nog eerder in het proces. Dus wij hadden zelf, hè, voor de retailers, voor de winkeliers, starten we altijd het seizoen met de beurzen. Nou, en in Nederland hebben we één hele grote beurs, dat is de modefabriek. Die is twee keer per jaar, één keer voor het zomer en voor het winterseizoen. En die hebben we net achter de rug. En daar kijken we eigenlijk al met een knipoog naar wat er volgend jaar winter gaat komen. Maar er zaten ook al nog zonnige kleurtjes tussen. Dus ik denk, ik neem jullie even mee op mijn dagje modefabriek. Dus ik heb een filmpje meegenomen. En ik denk, ja, laat jullie ook eens even zien wat daar te beleven is. We zien het hier. Dit is de modefabriek. Vertel even, ja. We zien wel wat felle kleurtjes ook. Wat felle kleuren. Nou, deze zomer heeft al heel veel felle kleuren. We kijken hier al naar winterjassen. En die winterjassen, zoals hier ook in de broeken, ja, je ziet dus heel veel oranje. Ik ben een beetje voorlopig. Mm-hmm. Ja. Oranje, paars, gecombineerd met cognac. Dus dan kijken we eigenlijk echt al, ja, hier weer een beetje afgezwakt oranje. Kijken echt al naar wat gaat er volgend jaar winter komen. En na zo'n bezoek aan een modebeurs als deze, gaan wij dus ook echt inkopen. Dus gaan we de spullen uitzoeken waarvan wij zeggen, dat willen we volgend jaar winter in de winkel hebben. En ja, daarvoor is eigenlijk een bezoekje aan zo'n modefabriek, zo'n vakbeurs. Dan ga je kijken, goh, wat zijn er van stoffen, welke kleuren komen er. Ik zie wel veel dezelfde kleuren. Welke merken zijn er? Heel veel dezelfde kleuren. Ja. Ja. Ik vond het dit jaar al zo frappant dat ik de opmerking maakte tegen collega's. Ik zeg, ik moet echt naar de merken erboven kijken. Meestal zie je een soort handschrift, ja, of een bepaalde kleur. En nu had ik echt zoiets van, oh, wow, oké, bij welk merk ben ik? Dus het is heel erg gericht op dezelfde kleuren voor aankomend winterseizoen. Maar wel leuk, want ja, ik vind het leuk als we die winter ook een beetje kleur hebben. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Je hebt allemaal die fashion weeks ook, hè? Ja. Milaan en Londen. Ja. En Parijs. En we sluiten af met Parijs. Ja. Parijs is altijd een beetje het kerstje op de taart. Maar dan zit je in de zogezegde haute couture, hè? Dat is, ja, dat heeft een ander prijskaartje. Ja. En dan blikken we al veel verder vooruit. Dat duurt al veel langer ook om dat te maken. Hoe lang blik je dan al vooruit? Echt een jaar. Dus dat is voor volgend jaar? Ja, eigenlijk voor volgend jaar. Moet je echt kijken naar 2023. En wat we net 2020. Zagen, gaan we dat dan nu deze zomer wat al we net zien, gaan we al vanaf augustus ongeveer in de winkels zien. Okay. Als ik het even netjes zo zeg, voordat ik iedereen weer blij maak met iets. Wat even wachten. Even wachten nog. Maar Parijs. Maar Parijs. Parijs is dus eigenlijk 2024 wat je daar ziet. En ik was heel erg blij met kleur. Maar ja, ik ga jullie dus ook een filmpje over Parijs laten zien. Wij gaan dus terug naar de niet-kleur. Ik weet niet voor wie zich dat toch kan herinneren. Niet-kleur? De niet-kleuren. Wat zijn dat dan? Ja, zeg maar rondom het jaar 2000 hebben wij dat ook gehad. Grijstonen, beige, zeg maar alsof alle kleur, alsof we teruggaan naar zwart-wit televisie. Oh, daar worden we niet vrolijk van. Ja, ik word daar ook niet vrolijk van, dus ik word helemaal in shock. Ja, kijk even. Ja, het wordt heel heftig. Vertel even, is dit het? Ja. Dit is het. Hier zie je dus al heel veel, heel veel zwart, wel allemaal glimmertjes erop. Ik heb deze echt meegenomen omwille van de show. Ja, het zijn gewoon echt theaterproducties daar. Het is zo fantastisch. Je ziet ook het publiek zit helemaal in soort van rondjes eromheen. Het is een beetje een octopusachtig. Maar de kleur moet je hebben van het decor. Want alles wat er voorbij komt, is echt kleurloos. Ja, wat hangt er allemaal? Ik word een beetje afgeleid. Ja, ja. Ja, het lijkt een beetje kerstballenachtig. Nou, hier zie je het nog meer. En schoudervulling. Schoudervulling. Daarom had ik meegenomen. Oh. Kijk even. Dit is toch echt back to the 80s, hè? Ja, je ziet dus wel een heel vrouwelijk silhouet. Maar ja, nou kijken we naar vrouwen. Ik heb natuurlijk ook iets voor de mannen meegenomen. En daar zie je het ook. Oh ja? Schoudervulling? Ja, ja. Vooral weer dat oversized. Dus we zien wel de taille erin. Maar heel veel oversized. De ruitjes komen weer terug. Maar gaan we dit in Pallinger Centrum zien, Natalia? Ik denk afgezwakt, maar ja, hou er wel rekening mee. Ja, ja, ja. We gaan weer naar veel blazers. Ja, je ziet nu al heel veel blazers, mantelpakjes. Ja, de heren. Kijk, de heren. Wederom,
heel veel grauwe kleuren. Ja. En heel opvallend, ik zag in alle shows heel veel grote tassen. Dus we gaan, ik weet niet wat we allemaal gaan meenemen van hutkoffers. Maar je kan er een koevoet in stoppen of een boormachine. Maar ze zijn groot. We hadden hele kleine tasjes ooit en nu zijn ze heel groot. We zien nu heel veel kleine tasjes, maar volgend jaar is het groter, groter, groter en nog groter. En alles met een slip en zo, hè? Ja, ik vind het heel triest. Ik weet niet dat ik mijn... Ik kijk ook niet blij. Maar dan denk je, je hebt het gehad. Het wordt nog erger. Kijk waar die lopen. Dit is gewoon banjeren door de modder. Dus ja, ik weet niet waar de inspiratie vandaan. En geen broek aan? Kijk eens hoe boos ze kijken. Het is gewoon een... Ja. Oh god. Ja, ze kijken echt heel boos. Oh. Ja. Ik denk, waar is de kleur gebleven? De vrolijkheid? Ik denk altijd, met mode breng je wat leuks in die woonkamer. Maar... Nee. Dit was een heftig Paris Fashion Week. Ben je dan teleurgesteld? Of ja, zwaar. Ja? Ja. Ja. Dus voor iedereen die kleur wil... Nu kan het. Nu kan het. Nu enkel. Oh, dames, hoe kijken we ernaar? Ja. Ja, ik vind die Parijse modeshows vind ik altijd een beetje extravagant. Dan denk ik, ga je dat werkelijk dragen? Maar wat je juist liet zien, de wintermode... Ja. Ik zie wel een vrij klassieke stijl. Ja. Maar ik vind het wel mooi met die kleuren dan. Ja. Vond die kleuren, die kleuren van de winter zijn nog leuk, maar voor volgend jaar wordt het vrij somber. Ja. We willen weten hoe het hier in onze regio ervoor staat, wat we kunnen dragen. Dan kunnen we naar het Fashion Festival. Ja, voorheen heette dat Glitz & Glam. Volgens mij mag ik het niet meer zeggen. Ik heb het nu toch nog even gedaan. Is het najaar toch, Glitz & Glam? Voorjaar is het voorjaar is fashion. Oh ja, klopt. Najaar was Glitz & Glam en nu is het Fashion Festival. Ja. En dat is 2 april, zondag 2 april. Kijk, en dan zien we weer alle modeshows van de winkeliers in Panningen. Op de markt in Panningen komen dan alle shows. Ja, en dat is heel erg leuk. Want wat je daar ziet, kun je dan ook meteen kopen. Precies. Kijk, daar hoef je niet zo lang op te wachten. Nee.